taal van een horecaconcept is interieur minder belangrijk als veel mensen denken. Ik ben Rob Bongers van Horeca Development. We werken eigenlijk over heel Nederland en België met het ontwikkelen van horecaconcepten. Het concept bestaat uit veel meer onderdelen dan interieur alleen. Je hebt gewoon identiteit, personeel. Personeel dat betrokken is bij het bedrijf. Muziekkeuze maak je. Locatiekeuze is een belangrijke. Eigenlijk de belangrijkste van allemaal is gewoon de financiële onderbouwing. We zijn nu bij Koffielab. Den Bosch, waar we nu zijn, is de derde vestiging. En Eindhoven is de eerste geweest. Dat heet Eindhoven UC Under Construction. Ik dacht samen met Jeroen Veldkamp zelfs een leuke koffiezaak ontwikkelen. Wij zelf ontwerpen geen interieurs. Wat wij doen, zeg maar, met opdrachtgever. We gaan eerst kijken van, goh, wat is het beoogde horecaconcept? Wat gaat het beste pas op die plaats en past het beste bij de ondernemer? Dus op het moment dat wij weten van dit is de locatie, dit is de beoogde doelgroep, doen we doelgroepanalyse, gaan we kijken van hoe we de zaak in gaan richten op hoofdlijnen. Waar komt de bar te staan? Hoe groot moet die zijn om de bepaalde capaciteit aan te kunnen? Als die blauwdruk klaar is, dan gaan we een designbrief schrijven waar al die onderdelen in voorkomen. En dan gaan we een keuze maken met de opdrachtgever welke interieurontwerper het beste bij hun past. Die stijlen die we het verleden zagen, die ik het liefste niet meer zie, is inderdaad alles met blauw gewas staal. Het vintage, dat was uit de crisistijd, was hartstikke mooi. En mensen zijn daar nu wel een beetje klaar mee. Een paar jaar geleden ben ik bij Spaghetteria in Amsterdam geweest. En daar zag ik gewoon van die grote tafels, community tables. En dan niet lange tafels, maar vierkante tafels. Mensen in eerste instantie komen en die gaan op de hoek zitten als ze met z'n tweeën zijn. Als het wat drukker is, dan worden die ruimtes tussen die mensen die op de hoek zitten worden gevuld. En dan ga je een hele mooie dynamiek krijgen. Dat mensen elkaar gaan helpen met het aangeven van de olijfolie. En dat hebben wij hierop geprojecteerd. De tafels aan de binnenkant zijn belegd, zeg maar, met koper. Maar als we die koperen platen eraf halen, dan hebben we ijsbakken of we kunnen daar flesjes in presenteren. En dat geeft inderdaad wat meer mogelijkheden voor de toekomst. We'll be right back.